een nieuw gezicht naast me, zie ik hier. Wie ben je? Ik ben Natasja. Nou, ik ben moeder van twee kinderen, twee jongens. Heb je een druk leven? Ja, ik heb een druk leven. Ik ben de hele dag uit huis om te werken. En ik kom thuis en de jongens die hebben allemaal clubjes en sporten. Dus dat wordt het eten tussendoor. Want wat gaan jullie maken eigenlijk vandaag? Natasja heeft gekozen voor nasi. En we gaan laten zien hoe je net zo snel die nasi toch een stuk gezonder kunt maken. Je kunt zo'n kant-en-klaar maaltijd ook prima gebruiken als basis. Maar je kunt het met een kleine toevoeging toch een stapje gezonder maken. Dus voeg er wat meer groente aan toe of doe er nog een eitje bij. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik ook. Het is snel klaar, begrijp ik, Els. Ja. Nou mooi, dan ben ik snel weer terug. En goed. Dan ga ik het lekker opsmikken. Ik ben benieuwd. Veel plezier. Prima. Tot zo. Tot zo. Stel voor dat we er groenten aan toevoegen. We hebben een zak wokgroenten gekocht. Okay. Als we die nou heel kort roer bakken en dan de nasi erbij doen, dan heb je een hele mooie stap gemaakt om je maaltijd veel gezonder te maken. We gaan de olie gebruiken. Yeah. Zonnebloemolie. Alle oliesoorten zijn goed. Die bevatten onverzadigde vetzuren. Onverzadigd is oké. En vloeibare margarine, is dat dan ook goed? Of? Ja, is ook prima. Alle margarinesoorten in die flessen die je kunt gieten, is ook een hele goede keuze. Wat heel goed is, is om een eetlepel te gebruiken. Want met een eetlepel zie je precies hoeveel olie je in de pan doet en dan heb je een maat. Ik zeg, het wordt best warm. Ja. Zo, een beetje doorrollen. Hier zou je bijvoorbeeld nog een eitje bij kunnen bakken of een omelet maken. Dat eieren zijn een hele goede en goedkope vleesvervanger. Oké. Okay. En mag er dan ook nog iets van saus bij? Iets van satésaus voor de kinderen? Of is dat... Satésaus bevat al heel veel vet. Ja, is dat echt? Ja, een hele vette saus. Nou, geef er dan bijvoorbeeld meer groente bij. Lekker komkommer, tomaat. Je hebt die atjar, dat is groente in het zuur. Dat kun je in een pot kopen. Oké. Okay. Is ook lekker erbij. Augurkjes erbij. Kroephoek kan er prima bij, als je een klein stukje ervan neemt. Ja. Oké. Okay. Oh, het ruikt al heel erg lekker. Dus volgens mij zijn jullie klaar. Ja, het ziet er goed uit. Snel, hè? En heel snel was het, ja. Ik vind het heel snel inderdaad. En inderdaad, het ziet er hartstikke lekker uit. We hebben de wokgroenten gebakken en daarna de nasi er doorheen gedaan. En een ei. Twee eieren hebben we erbij gedaan. Maar denk je dat je kinderen dit ook gaan opeten? Ja, dat is even afwachten. Het zijn geen harde groentes, dus dat is wel beter voor de jongens. Want harde groentes lussen ze niet? Nou, dat vinden ze minder lekker dan... Kun je dat nou ook met andere gerechten doen, Els? Ja, ik heb nog wat voorbeelden meegenomen. Bijvoorbeeld koop twee blikken maaltijdsoep. Doe er een grote zak roerbakgroenten of soepgroenten door. En wat kant-en-klare kipfilet, vleeswaren. Heb je een heerlijke maaltijd. Of bijvoorbeeld een basis bruine bonen, een pot sperziebonen, een blik gepelde tomaten, eventueel ook nog groenten. Mais kun je erdoor doen. Heb je in één pan ook weer een hele gezonde maaltijd. Blik, diepvriespot is eigenlijk even gezond als verse groenten. Hey, maar een andere vraag, Els. We hebben nu het hoofdgerecht eigenlijk bereid. Hè? Maar gedurende de dag heb ik altijd heel veel honger. Dus ik wil tussendoor ook wel wat kunnen snijden. Maar wat is er nou gezond? Het is inderdaad goed om 3 maaltijden per dag te eten. Dat is voor iedereen gezond. En ook om een risico op diabetes te verkleinen is dat goed. Om regelmatig te eten. En inderdaad, natuurlijk heeft iedereen zin om iets tussendoor te eten. Ik heb allerlei voorbeelden meegenomen om te laten zien wat goede tussendoortjes zijn. Fruit, lekkere snoeptomaatjes. Je hebt ook kleine komkommertjes. Augurken, popcorn. Nou, hier wat zoete dingen, mini krentenbollen, allerlei soorten koek, kruidkoek en ontbijtkoek, rijstwafels, eierkoek. Natuurlijk een lekkere belegde boterham is ook een prima tussendoortje. Nou, zit er iets bij wat je lekker vindt? Ja, zeker. Ik denk dat de krentenbollen er wel in gaan en een banaan altijd, want het is lekker makkelijk. Ja. En de komkommer zou ik denk ik toch niet zo snel doen, omdat je dat dan weer moet snijden en dan zit je weer met een anderhalve komkommer. Ja. Dus dat zou ik wat minder snel pakken.